De hoogste temperatuur in het blok zijn we goed onderweg in deze klas. Ik zei het al, met een mooie mix van deelkrijders, maar ook Italianen, zoals die van Sietsenbakken, die hier ook aanwezig is met de Brunelli. Jawel, even goed kijken inderdaad wat hij daar mee had gebracht. De Milani Competizione en hij heeft ook de Aspes Supersport. Onder startnummertje 35. Oké. En zo komen ze langzaam wel zeker een keertje in beeld en stellen we ze graag aan u voor. Alvorens we aan de oudsten onder ons toekomen. En 50 historisch, van 50 C-out en Regentweb, die gaan aansluitend zo dadelijk hun trainingen rijden. In deze rij, voor degenen die trouwens eens even in de media willen kijken naar deze prachtige club, www.rijdendmotorsportmuseum.nl, daar vindt u alles over deze mooie sporten die vandaag aan u voorbij komen. En ook vermeld zijn voor zover mogelijk in uw programmaboekje. Dit allemaal ook met dit Office Makers vandaag ook als ondersteuners. Olie Handel Twente, Rijschool Guido Lansink, we hebben Geo van Olie Zinkwerk, we hebben Tassen Staalbedrijf, we hebben Slagerij Leuvelt en ook Metura voor Olie Schietsport uit Albergen. En zo is dat veld dus prima onderweg in deze 50 cc-klasse. Hoort je de vette, de expansie zal langzaam maar zeker weer gaan gillen. Uiteindelijk zullen ze bij een bepaald toerental een optimale resonantie maken. Mooie tegendruk voor die motortjes en technische aspecten. En hoor maar eens even hoe het dan aankomt. Misschien zien u terug in de cupklasse, maar in de Grand Prix klasses, zoals ze van de leer rijden, hier dus deze machines. Ik zei het al, nog weer verbeterd door de mannen. Er zijn diverse bedrijfjes actief om die kruidertjes te helpen tunen en dus weer geschikt te maken voor dit demowerk. En dan zeggen de oud-corifeeën van als je dit vroeger had gehad, was je wereldkampioen geworden. Dan komt gewoon omdat zelfs het vermogen tegenwoordig boven de 15 pk te halen is uit een 50 cc machine. Kijk, hoor dan dit maar eens aankomen. Thank you.
Hebben ze zeker wel gedaan. Veel pionierswerk in het verleden verricht, waardoor Cruijffen dus een populaire plek kreeg. Op basis lag voor vele racers bij Nicola Gingerling hier. Zeker op de loer. Ook White draait niet te zien. En met de betrouwbaarheid van het materiaal van tegenwoordig gaat het een stuk beter. In nummer 3, René Krijgeerts, Simon Lemmoorden. Thank you.
Oké, inmiddels zien we dus dat ze langzamerhand zich weer hier richting het rijskwartier gaan begeven. Alvorens we dadelijk aan de mooie gemengde groep van 50 historisch 150 oud en Rikkertrip gaan zien hier op het asfalt van Albergen.